In sommige slordige en kort door de bochten literatuurgeschiedenissen lees je wel eens dat de roman begint in de 18e eeuw. De Nederlandse roman begint eind 18e eeuw met Sara Burgerhart van Wolf en Deken. Dat is natuurlijk onzin. De roman bestaat al veel langer. Alleen, hoe defineer je dan een roman? Als je zegt, een roman dat is een episch verhaal, dat is eigenlijk ook al hetzelfde, is een vorm van epiek, waarin gebeurtenissen centraal staan en waarin tijd verloopt. Dat is wat epiek is. Dan heb je dus iets wat al heel erg lang bestaat. Maar vind je dat een roman ook in proza moet zijn geschreven? Nou, dat hoeft eigenlijk niet per se. Er zijn natuurlijk allerlei middeleeuwse ridderromans die op rijm geschreven zijn. Dat zijn eigenlijk lange gedichten, epische gedichten, waarin avonturen beleefd worden. Pas in het einde van de 18e eeuw zien we dat er iets anders in gebeurt. En dan krijg je vreemd genoeg dat het idee van epiek, dat die gebeurtenissen wat minder belangrijk lijken te worden. Het gaat niet zozeer om de gebeurtenis zelf, maar het gaat erom wat de personages vinden van de gebeurtenis. En de briefroman, Sara Burgerhart is een briefroman, is bij uitstek daar geschikt voor. In een briefroman gebeuren dingen nooit op het moment dat ze gebeuren, dat je het aan het lezen bent. Een brief schrijf je altijd achteraf. Er is iets gebeurd vandaag in mijn leven en dat vond ik zo bijzonder. Ik besluit daarom een brief te schrijven aan iemand anders. Dus die brief is dus ook een reflectie op wat er is gebeurd. En dat reflectieve, de tocht naar binnen, dat is wat we tegenwoordig in de roman heel erg belangrijk vinden. De psychologie van de personages is belangrijker dan de gebeurtenissen. Dat was ooit anders. Ooit ging het er bij een roman juist om wat er gebeurde. En dat er iets moest gebeuren. Dat het spectaculair was. En dat er reflectie en evaluatie en nadenken over van wat er gebeurd is en wat staat er nog te gebeuren, dat is eigenlijk heel erg modern. En dat zien we in die oudere romans, zien we dat een heel stuk minder. Overigens wil niet zeggen dat in die oude romans dat er niet wordt nagedacht over het leven. Heel veel van die middeleeuwse ridderromans, daar zijn de personages niet alleen een soort flat characters, er zijn ook echt wel round characters bij. Er zijn echt wel figuren die nadenken. Heel vaak Walewijn bijvoorbeeld denkt, met name de wat dikkere en uitgebreide ridderromans rondom koning Arthur. Walewijn is echt wel een kerel die af en toe nadenkt en dan ook rationele beslissingen neemt. Er zijn er ook bij van die ridders die doen altijd zomaar wat. En weet je, Keijen bijvoorbeeld, die is altijd dom en die is altijd op zoek naar avontuur, maar bij de eerste beste tegenslag heeft hij ineens weer een beetje buikpijn gekregen en dan gaat hij weer weg en dat viel toch een beetje tegen. He, dus dat is zeker waar. Maar er is ook aardig wat psychologie te zien en te lezen in heel veel oudere romans. Maar eigenlijk niet in een boekje dat ik nu wil even presenteren. Het wonderlijke avontuur van twee Goelieven uit 1624. En dat is een leuk boekje over de heer Waterbrand en juffrouw Wintergroen. En die zijn verliefd op elkaar. En dan kan je ook al eens vertellen, het loopt echt goed af hoor. Tenminste, ze krijgen elkaar en uiteindelijk. Maar oorspronkelijk is het een roman, ik geloof in 36 bladzijden uitgegeven. Hier is een uitgave met regelnummering ervoor. En we komen tot aan 1260. Wat is het hier? 1290 regels komen, de volledige verhaal, en er gebeurt van alles in. Ze worden verliefd op elkaar, ze mogen het niet van hun ouders, dus hij gaat dan weg. Het is oorlog in Duitsland en hij besluit om daar zich aan te sluiten als soldaat. Zij gaat hem zoeken, ze komen elkaar tegen, ze maken een kind, ze gaan weer uit elkaar. Hij gaat naar West-Indië, komt weer terug, ze maken er, je wordt er moe van. Als je dit normaal zou tegenwoordig opschrijven, dan zou je zeggen, dit is echt een boek van 3000 bladzijden dik. Hier kunnen we een Netflix-serie van maken. Of een HBO-serie van 10 seizoenen. En ieder seizoen heeft 10 afleveringen. Zoveel stof zit hierin. Geen moment rust. En dat maakt het natuurlijk toch wel ook leuk en interessant. In de geschiedenis van de roman, van wat we vinden dat een roman moet zijn, wat het nu geworden is en wat het ooit was en hoe die ontwikkeling is. Daar past het echt heel mooi in dat er dus die roman wordt als het ware uitgevonden, een stuk in proza met avonturen, dat is
Iets wat vooral in de 16e eeuw heel erg opkomt. Er zijn worden die ridderromans, die worden allemaal herschreven tot proza dingen. En dan gaat in de 17e eeuw gaat dat door. En dan komen ook van dit soort verhalen komen erbij. Alleen maar avontuur. Alleen maar gedoe. Alleen maar, ja, het ene avontuur volgt op de andere. Geen moment rust. En uiteindelijk, gelukkig is het met bijna 1300 regels. En niet heel veel langer. Want je moet daarna toch echt wel even voor jezelf gaan zitten en nadenken. En reflecteren bij jezelf over wat heb ik toch zojuist eigenlijk gelezen.